Lukt. Nou, jullie beiden gevraagd om na te denken van, goh, als je een fragment zou mogen laten zien in 60 jaar Eredivisie, lijkt mij een onmogelijke opgave, maar toch zijn jullie erin geslaagd. En toen kwam jij, Kees, meteen met Cruijff. Dat fragment, wat we allemaal kennen. Dat is een heel oud fragment, maar voor mij is dat wel een vrij belangrijk moment. Want ik was toen, het is in 72, ik ben nog steeds een ADO-supporter. Niemand is perfect. En ik was verslaggever toen. En het opvallende is dat iedereen in het stadion er mocht zijn. Of je nou uit Amsterdam kwam of uit Den Haag. Tribunes waren vol, sfeer was geweldig. En het fenomeen Cruijff liet zich zien nog eens voor de zoveelste keer. En ik stond er met mijn neus bovenop en dacht van, oh, dit is kunst. En daarom is dat moment onvergetelijk. Cruijff is kunst. We beginnen dit jaaroverzicht op de tweede dag van 1972. Johan Cruijff zorgde toen tegen de FC Den Haag voor dit mooie moment. Schitterend, Johan Cruijff. Wat een fabuleus doelpunt. Schitterende goal in de zesde minuut van de tweede helft. Een goal zoals je zelden of nooit op de Nederlandse velden ziet. Die moeilijke bal uit de lucht ineens doodgemaakt. Ja. Dan praat je wel over de speler van de Eredivisie afgelopen 60 jaar. Jan-Joos, ook jou hebben we gevraagd om te kijken naar fragmenten. Je werkt bij Fox, je staat elke week langs de lijn, minstens 2 of 3 keer wel. En je komt eigenlijk met een soort compilatie. Ja, nou, het is moeilijk, hè? Want we waren al vanmiddag het 60-jaar-event. En Kees had een speciale editie van zijn programma, wat hij op zondagochtend altijd heeft. Met onder andere Leo Beenhakker en Rinus Israël. En het was een beetje de hang naar vroeger, hè? Overheerste daar een beetje. Ja. En dat is ook heel mooi en ook heel goed. Maar we krijgen het natuurlijk eigenlijk nooit meer terug. En ik denk ook dat we hebben in de Eredivisie hele grote manieren gehad. En die wilde ik eigenlijk uitbrengen. Maar dat zijn buitenlandse manieren. Natuurlijk kan iedereen Cruijff, Rijkaard en Gullit en Van Basten en Bergkamp en Van Nistelrooy. Ja. En al die mannen, die verdienen allemaal een grote eerbetoon. Maar ik vind het juist zo leuk dat wij ook toch nog steeds een beetje de kraamkamer zijn geweest voor Ronaldo, Romario, Zlatan en Suarez. Echt gewoon, ja, wereldsterren, waarbij die jongetjes met de shirts, maakt niet uit of je op een hockeyclub, een tennisclub of een voetbalclub komt, ze hebben allemaal dat shirt aan. En die hebben wij allemaal een beetje met z'n allen, tenminste dat is mijn gevoel dan een beetje, met z'n allen grootgebracht. Wereldtoppers in de Eredivisie. Vanenburg, Romario, die even vrij was en die vastgehouden wordt. Toch door kan Romario. Hij scoort! Ibrahimovic. Goed ingehouden. En nu dan een keer schiet ook. Yeah.